Achter mij op het eerste zicht een onmogelijk gebouw. Een gewoon gebouw hier in Everen. En toch kijken we momenteel naar The Brain Center, the epicenter of the cloud-based solutions van Proximus. Hier passeren dagelijks megabytes, wat zeg ik, terabytes aan data. Het hoeft dus ook niet te verwonderen dat de IT'ers die hier werken zo nu en dan met hun hoofd in de wolken zitten. We gaan eens luisteren hoe ze dat doen. Vrij windy in de cloud, moet ik zeggen. Ja, dus wat zien we hier nu rondom ons, Jerry? Dit is eigenlijk dus hoe dat de cloud er achter de schermen uitziet. Dus een verzameling van compute-elementen, opslagelementen, netwerkelementen die aan klanten worden ter beschikking gesteld om eigenlijk hun applicaties en hun workloads op te laten draaien. Op deze rack kunnen zelfs 50 verschillende bedrijven op. Maar die kunnen niet aan elkanders cloud, neem ik aan. Nee, dat is de bedoeling. Dat is wel redelijk belangrijk. Ja. Dit is onze laatste versie van de Proximus Cloud die we aan onze klanten aanbieden. Dit is eigenlijk wel state of the art. Zullen we stillere oorden opzoeken? Ik denk dat dat een goed idee is. Voilà, de weg. Dus, we hebben het gehad over die cloud. En dan bieden jullie eigenlijk a multitude of solutions. Hoe zit dat precies? Klopt. De cloud as such is een verzamelterm waar dat je eigenlijk, dat is de plek waar dat je applicaties laat leven. Nu, de brandname die dat we gebruiken voor onze cloud oplossingen in zijn geheel is eigenlijk Cloud Fusion. Ja. Vanwaar de fusion in de naam, omdat we de verschillende potentiële cloud targets die er zijn met elkaar verbinden en voor de klant een uniforme beleefwereld geven. En we proberen daar ook telkens verder in te gaan met onze klanten, verder dan het pure infrastructuurvraagstuk, maar ook mee te denken naar applicatietransformatie. Natuurlijk heeft Proximus daar een streepje voor met onze telco-achtergrond. We proberen ook uitdagingen zoals sovereignty rond data op te lossen voor onze klanten. Data is eigenlijk de kern van een bedrijf. Verlies je je data of bedrijfsspionage, je wil het gewoon niet meemaken. Oh ja. Wij garanderen dat die data van onze klanten enkel voor onze klanten is. En zo met cybersecurity werken en ga zo maar door. Eigenlijk heb je wel een bijzonder spannende job, hè? Absoluut, maar gelukkig sta ik er wel niet alleen voor. Daar wil ik Chris iets meer laten over vertellen. War on talent is inderdaad een grote moeilijkheid, doordat iedereen momenteel in dezelfde vijver zit te vissen. Wij als Proximus bieden hier voor onze klanten een oplossing aan door onze consultants met de juiste skills op de juiste taken te zetten in het Cloud Center of Excellence. Daarnaast is er ook een partnership met HCL, de welke nu al zijn vruchten afwerpt. Proximus. Think possible.